Nou, bij benadering denk ik dat we toch al over de 100 telefoontjes zijn. Ook werd er gefaxt, zoals dit bedrijf uit Hengelo. De telefoontjes die binnenkwamen waren volgens de politie in veel gevallen grof en ongenuanceerd. De mensen die gebeld hebben, die bellen eigenlijk met verkeerde argumenten. Ja, verkeerde argumenten. De mensen kunnen sympathie opbrengen over het feit dat, dat de mariniers probeerden aan de situatie zoals in hun ogen ook de slechte situatie op het Centraal Station om daar een einde aan te maken. Alleen ja, het blijft overeind natuurlijk dat je niet kunt tolereren dat er groepen zijn die het recht in eigen handen gaan nemen.